alle ingrediënten waren aanwezig om er een schitterende avond van te maken. Daarvoor moesten dan zorgen de ploegen van SVBO, Drentina, Nieuwbuinen, Bergentijm en Titan. Ja, en voor de inwendige mensen moet je natuurlijk ook goed zorgen. Een bodem is wel gewenst deze avond, want we krijgen al een voorproefje voor de oudejaarsavond. En met ruim 800 toeschouwers was Sporthal de Eendracht in Zwartemier meer dan bomvol. De eerste wedstrijd die we gaan bekijken gaat tussen SVBO en Bergentijn. En beide ploegen zijn nog kanshebber om de winnaar te worden van deze Pool E. SVBO met René Wolbers. Waagt er maar eens een schot en dat gaat naast. Hier Bergentijn even in de problemen via Lars Kikkert komt daar toch wel uit. Maar Ruben Keizer in balbezit, zijn schot belandt in het zijnet. Toch wel een redelijke opening voor de Bargroosterveldes. Maar dan Bergentijn met Ronnie Hakkers. En is het daar een korte drive van Michiel Mannesen. En hij zorgt dus voor de 1-0 voorsprong voor Bergentijn. Dan hier de onderschepping van Doeman Lennon-Ebeltjes van SVBO. Komt daar nog goed terecht. En uiteindelijk is het dan de achterste man in de ruit van SVBO, Mark Benes, die voor de gelijkmaker zorgt. Dan weer Bergentijn. Ronnie Hakkers, ja, een uitstekende goal tussen de benen door van Lennon-Ebeltjes. En Bergentijn staat weer op 2-1. Dan een enorme kogel van Mark Benes. Dus jongen met buskruid in zijn linkervoet. Weer Bergentijn. Michiel Mannesen. En hier Giel-Jan Schuldink met weer de redding van Lennon-Ebeltjes. Goeie doelman van SVBO. Maar opmerkelijk is natuurlijk altijd zijn aanvallende kracht. René Wolbers en Erwin Sikkers en de redding is daar van Karel Pullen, de doelman van Bergentijn. Dan hier Ronnie Hakkers komt in balbezit van Bergentijn. Slepende beweging. Ja, een ternauwernood gered door Lennon-Ebeltjes. Bergentijn wordt toch wel gaandeweg de wedstrijd wat sterker. Maar weer is het opnieuw Lennon-Ebeltjes. Maar ja, een wreeftrap heeft hij niet. Vandaar dus binnenkant voet. We zien hem hier alweer rechtsonder verschijnen. Paast dan daar René Wolbers aan. Ja, en dan is daar de counter van Lars Kikker. Die had natuurlijk wel gezien dat Ebeltjes zijn goal uit was. Maar dat gaat dan mis voor Bergentijn. Erwin Sikkers voor SVBO. En weer Lennon-Ebeltjes. Een enorme knal op de paal. Ja, hij had toch wel een kooltje verdiend, deze doelman van SVBO. Dan hier een uitgespeelde mogelijkheid. En die gaat via Wilco Eggengoor op de lat. En dan gaan we al naar de slotfase van de wedstrijd. Het blijft uiteindelijk 2-1 voor Bergentijn. Dat betekent dat zij in elk geval verzekerd zijn van de tussenronde. In het begin konden we niet echt voetballend goed oplossen. En toen dacht ik van ja, misschien als ik als extra man erbij kom, dat het dan wel wat beter gaat. Maar ja, op een gegeven moment dat pakt het niet heel goed uit, want we wonnen niet. De laatste wedstrijd van de avond tussen SVBO en Nieuwbuinen moet de beslissing brengen. Wint SVBO, is Bergentijn de finalist en gaat SVBO naar de tussenronde. Als Nieuwbuinen wint, zijn zij finalist en gaat Bergentijn naar de tussenronde. En bij een gelijkspel is Bergentijn finalist en is Nieuwbuinen veroordeeld tot de tussenronde. Hier SVBO met Mark Benes, vierde paal naast. Dan Nieuwbuinen. Verdekt schot hier van Edwin Drent en hij brengt de Bunders op een 1-0 voorsprong. Dan weer SVBO via de aanvallende impulsen van doelman Lennon-Ebeltjes. Komt hier opnieuw een balbezit. Ja, wordt er eventjes aangepakt door Koen Hatenboer. De scheidsrechter beslist in elk geval geen 2 minuten voor de puntspeler van Nieuwbuinen. Dan weer SVBO. Met aan de basis weer Lennon-Ebeltjes. Ja, daar komt eventjes, ik denk Mark Timmer aan de bal. En die brengt de stand op 1-1. Dan weer Nieuwbuinen. Met Kevin Wiegman. Waag maar eens een afstandsschot. Brengt de Bunners weer op voorsprong. 2-1. En Nieuwbuinen gaat door. Met hier Koen Hatenboer. Oh, wat een schitterende beweging. Hij brengt de stand daarmee op 3-1 voor Nieuwbuinen. Hij scoorde in de voorronde 2 keer. Kwartfinale 7 en dit was zijn 4e treffer. En hier een inzet van Wiebe Nienhuis, gestopt door Lennon-Ebeltjes. Maar Nieuwbuinen gaat door. Is de veel betere ploeg. Gert Lukens, hij maakt er al 4-1 van.
Daarmee is natuurlijk eigenlijk al de wedstrijd gespeeld. Toch nog een vrije trap hier van SVBO. De redding van Danny Vijken. De doelman van Nieuwbuinen. En dan de slotfase. Nieuwbuinen weer een balbezit. Koen Hartenboer. Redding van Lennenebeltjes. Nieuwbuinen is de finalist. En Bergentijn gaat naar de tussenronde. Ik denk dat wij de beste voetballende ploeg waren op dit toernooi. Vandaag in elk geval. De eerste rondes ging wat moeizaam. En vandaag ging zeker spelen bij Vlaag gewoon erg goed voetbal, denk ik. Opvallend, jij met je lengte, dat je toch als zaalvoetballer heel goed uit de voeten kon. Ja, zeker. Dat zeggen er wel meer. Het ziet er bij mij misschien niet even sprankelend uit. Maar ik voetbal al 12 jaar in de zaal. Dus voor mij is het, ik ben het gewend, laat ik het zo zeggen.